Goeie vrijdagmorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van See Through the Stars. Een weekje waar de sterren ons vertellen of vragen om ons batterijen op te laden, om een voorraadje aan te leggen en om heel spontaan en misschien zelfs onverwacht hoogtepunten tegemoet te komen. En hoe gaat dat nu in zijn werk? Want het is maar een kleine samenvatting, hè? Maar wel vandaag. Vandaag staat de maan in het min of meer nog hoopvolle boogschutter. En waarom zeg ik min of meer? De maan staat eigenlijk tegenover de planeet Venus in tweeling. En Venus is ook hoopvol, is ook liefdevol. En die staat in tweeling tegenover de maan in boogschutter. Dus we hebben allemaal wel het idee van, oké, we gaan ervoor. Het is een mooie dag, we gaan er wat van genieten. Maar langs de andere kant is er een soort van dwang. Van we moeten genieten. Er is ergens een soort van push. Of een soort van moeten. En zowel de maan als Venus horen dat woordje moeten niet graag. Dus er zit een klein beetje wrijving op. Dikwijls zitten ons verlangen eigenlijk tegenover hetgeen dat we op deze moment kunnen. Of wat dat mogelijk is. Dus we kunnen met ons verlangen en onze emoties en ons hoofd misschien ergens op verlof zitten. En eigenlijk niet kunnen en hier thuis vastzitten. Dat is één mogelijkheid. Maar het kan ook andersom zijn. Waar dat je op verlof kan. En op verlof bent. En tegelijkertijd met je gevoelens en je emoties thuis zit. Of je gedachtegangen. Of denkt, hoe is daar thuis? Hoe verloopt het daar? Dus er is ergens een contradictie. In genieten. We kunnen genieten, maar ja, het is mijn hoekje af, dat genieten. Onze denkwereld vandaag staat enorm onder stress. En dat gaat nog een tijdje duren. Dat gaat toch nog een paar dagen duren. De planeet van het denken, Mercurius, die dat in kreeft staat, die staat lijnrecht tegenover de planeet Jupiter. In steenbok. De planeet van expansie, van groei. Maar in dit geval, Jupiter in steenbok gaat niet echt die expansie of dat vergrootglas zetten op die groei. Maar meer op die restrictie. Op de restrictie van steenbok. Samen met Pluto. En samen met Saturnus. Dat zijn de drie zware gasten van dit jaar. Dus ons denken in kreeft, in het zachtaardige kreeft dat geassocieerd is met de maan. Met onze emoties. En langs de andere kant het vergrootglas. Op restricties, op instanties, waar dat eigenlijk alles in de picture gezet wordt. Dat botst ook een beetje. Dat staat ook weer lijnrecht tegenover elkaar. Dus al bij al vandaag is er een drang en een verlangen naar leuke dingen doen, naar u thuis voelen, naar aangenaam
aangenaam kunnen genieten of comfortabel kunnen genieten of laten we zeggen een barbecue kunnen ineensteken en toch zit er een zuur kantje aan. Ah wel, vandaag, het gevoel dat je vandaag krijgt, zou ik zeggen, doe daar iets mee. Doe daar iets mee, want ergens zit in ons dat verlangen, met de maan in boogschutter, om het positief te houden. Om het in het groter geheel te zien. Om open-minded te blijven. En Venus wil dat eigenlijk ook in tweeling. En die gaat oplossingsgericht kunnen dingen zoeken. Die gaat in het moment kunnen gaan optreden en zeggen van, ja, we gaan dat doen, we gaan dat doen, en we gaan dat doen. En dat is de leuke heen en weer pingpong van de maan en Venus. En waarom dat zo belangrijk is? Om proberen in die positiviteit te gaan, is om die batterijken op te laden. Om dat kofferje te vullen. Om een voorraadje aan te leggen. En al die woorden laat hij goed doordringen. Want daarmee wil ik zeggen, alles wat dat goed voelt, koestert dat en houdt daar een voorraadje voorbij. Want we zijn er nog niet, mannen. Het wordt een stevige week. En die stevige week luidt het begin in van de komende periode. Dat wist wel. Maar het gaat nu in stijgende lijn. Je voelt het al, de druk wordt hoger. De wrijvingen worden steeds hoger. De polariteiten worden steeds groter. De emoties gaan steeds hoger worden. Dus we zijn er absoluut nog niet. Vanuit astrologie gezien, beginnen we naar de climax te gaan. En de climax, dan projecteer ik dat, laat ons zeggen, naar oktober, november. September al een deel. Dus heel het najaar wordt echt een kaboom. Wordt echt heel stevig een troep. En daar wil ik niemand mee ontgoochelen of alles in het negatieve halen, daar wil ik eigenlijk gewoon de mogelijkheid voor openstellen van jongens, lieve mensen, al wat dat nu goed voelt, leg daar een voorraadje voor aan. Laat uw batterijken op, want het is nu de moment om die batterijen op te laden. En elke stuk of elke dag dat je tussendoor de hectische periode, de stressvolle periode, whatever. Elk positief momentje dat je ertussen hebt, leg een voorraadje aan. Praktisch gezien, hoe geef ik dat voorbeeld? De mensen in je omgeving, mensen die dat je graag hebt, als je die al lang niet meer gehoord hebt, geef die een keer een belletje. Dingen dat je graag doet en je krijgt de mogelijkheid. Is een keer naar de Ardennen gaan. Is misschien een keer, als het nog mogelijk is, een buurland op te zoeken. Al die kleine dingen in hun tuin werken. Is een lekkere cake maken. Of is een grote barbecue doen. En met groot bedoel ik dan in uw bubbel natuurlijk. Of eens een goeie boek aanschaffen. Of begin je schilderen. Of whatever dat je leuk vindt, waar dat je hartje van gaat stralen. We zitten nog altijd in leeuwseizoen. En daar leg ik nu de nadruk op. Leeuwseizoen is krachtig. De zon staat enorm krachtig tot ongeveer 20, 21 augustus. De zon staat enorm krachtig. Profiteer ervan.
Laat uw hartje zingen en leg daar een voorraadje van aan. Zodanig dat misschien de watertonnen in de tuin leeg zijn, maar dat ze gevuld worden met positiviteit. En dat je er kunt van aftappen met je emmertje als het wat moeilijker wordt. En het zal moeilijker worden. Met ups en downs. En die rollercoaster, die lijkt maar steviger en steviger te worden. En dat is hem. Tegen begin volgend jaar gaan wij zoiets hebben van, wat was dat? Dat hebben we nu misschien al. Maar oké, dat is voor vandaag. Al vandaag is het zo'n dag van, ja, voorraadje aanleggen. Genieten. Positief. Ook inwendig. Ook mentaal. Uzelf positief houden. Oké, want tegen deze avond gaat de maan naar de zuidelijke maansknoop. En dat wil zeggen dat die positiviteit stilletjes naar melancholie gaat overgaan. Omdat de maan en de zuidelijke maansknoop samen gaan een soort van geschiedenis ophalen. Verleden ophalen. En dat kan ook zowel positief als negatief zijn. Ook hier stuurde dat zelf een beetje. En het zit nog altijd in boogschutter. Dus er is meer overhelling naar het positieve. En laat ons niet vergeten, voor de mensen die geconnecteerd zijn met de kosmos. We zijn dat allemaal, maar niet allemaal is dat bewust van. De mensen die zich geconnecteerd voelen met de kosmos. En daar ook bewust kunnen intappen. Vergeet niet, de zuidelijke maansknoop staat op het galactisch middelpunt. Op de kern van onze kosmos. En de maan is gevoelig. En we zitten bijna op een volle maan. Dus laat die informatie en die kosmische energie maar binnenstromen. Laat ze maar stromen. We hebben ze nodig. Want dan komen we morgen met de maan in steenbok. En dat is al een pakje minder. Daar zit weer een ontnuchtering op. En niet alleen gaat die maan in steenbok staan, ze gaat ook een vierkant maken op de planeet Chiron. Of de asteroïde Chiron. Chiron, voor diegenen dat het nog weten, de gewonden heler, diegene dat te maken heeft met ons kwetsuurkes. Met ons pijntjes. Die maakt een moeilijke wrijving, een moeilijk aspect met de maan, met onze emoties. Dus misschien komen er, botsten wel op wat oude pijntjes. Misschien gaat een klein beetje terugzakken in die positiviteit. En krijg je dat beetje ontnuchtering. En dat kan ook natuurlijk van extern komen. Dat kan ook ontnuchterend nieuws zijn. Dat je zaterdag en vooral ook zondag krijgt. Zondag is een hele stevige, hele krachtige, stevige dag. Waar dat de maan zich gaat samenvoegen met heel die troep planeten daar in steenbok. Jupiter, Pluto, Saturnus. Die 2020 gasten. Dat wil zeggen dat de maan nog meer naar beneden getrokken wordt. En heel dat gebeuren staat tegenover de planeet Mercurius in kreeft, die daar resoneert met de maan. Dus weerom. Veel, veel heftigheid. We zitten ook bijna op een volle maan, excuseer. Dus jullie weten, de meesten weten dat in een toenemende maan, richting volle maan, dat eigenlijk de emoties versterken, vergroten.
Het woord lunatic komt ervan, hè? Van een volle maan. Het wordt heftiger. Het onderbewuste duwt zich veel sterker naar boven. En als je dan ziet dat Mercurius een oppositie maakt met heel dat gebeuren, dan kan dat wel zijn dat we in ons woordelijk verzet schieten. Dat we in ons verdediging schieten. En stilletjes aan gaat dat stukje een vierkant maken. Met planeet Mars. En daar zit nog veel meer strijdvaardigheid in. Dus we beginnen dat al te voelen zondag. Zondag beginnen we echt wel een heel krachtige energie te voelen, waar daar heel veel strijdvaardigheid in zit. Dus ook mensen, als je al naar de media kijkt of naar je omgeving kijkt, wat er aan het gebeuren is, of naar het nieuws kijkt, wat ik niet te veel aanraad, maar veel mensen staan daarop. Er kan wel wat naar voren gebracht worden qua verzet, qua in strijd gaan. Dus als er al een moment is waar dat we voelen dat er een strijd begint te leven, zowel binnenin ons als buiten, want zo werkt dat, so within, so without, dan begint dat vanaf zondag. En maandag krijgen we de volle maan. En dat is een volle maan met een kaboom. Ik blijf mij verwonderen naar de sterkte van de volle en nieuwe manen die dat we de laatste maanden hebben gekregen. Deze is er weer zo eentje. Een volle maan. De maan in Waterman. Waterman, het teken van rebellisme. De zon in Leeuw. Het teken van kracht, passie, creativiteit en ook ego. En die maken een vierkant, dus weer zo'n wrijvingsaspect, met de planeet Uranus in Stier. Uranus, planeet van onverwachte dingen, accidenten. Accidentjes in allerlei, zowel positief als negatief. Onverwachte surprises. Bliksem. Donder. Storm. En dat is zowel letterlijk dat ik dat bedoel, als dat ik dat figuurlijk bedoel. Ook weer, so within, so without. Is dat nu in de weersomstandigheden? Is dat nu in maatschappelijke omstandigheden? Is dat nu binnenin? Het zal woelend zijn. Het zal heftig zijn. Er wordt van alles losgetriggerd. En Mercurius blijft nog steeds tegenover die drie grote gasten staan. En als dat nog niet genoeg is, staat de planeet Neptunus wel in een mooie verbinding ertussen. In een gemakkelijke verbinding. En die gemakkelijke verbinding, die is, ik zeg dat dikwijls tegen de mensen die dat les volgen. Neptunus, als we een gemakkelijke verbinding hebben, werkt die even gemakkelijk positief als dat die even gemakkelijk negatief werkt. Dus dat wil zeggen, ofwel zijn we blind voor iets en dan gaat dat even vlug. Dus we zien dat nu al, want die planeet maakt al lang die gemakkelijke verbinding. Maar nu komt ze tot een climax omdat heel die volle maan dat nog eens een keer versterkt. Ofwel maakt die mensen blind en dat wil zeggen,
selectief kijken, selectief luisteren en vanuit één standpunt, vanuit hun standpunt praten. Of die universele, onvoorwaardelijke liefde. Die openheid naar iedereen. Alles is één. Dat is Neptunus. Alles is één. Jij en ik, wij zijn hetzelfde. We hebben dezelfde cellen. Die werken op dezelfde manier. Wij krijgen dezelfde informatie. Maar luisteren we ernaar? En dan staat de planeet Mars nog eens een keer vierkant en die wordt steeds sterker. Allemaal op die volle maan, mensen. En niet alleen gaat die planeet Mars zich veel sterker voelen, ze gaat zich samen klitten met de zwarte maan. En als Mars de mannelijke strijder van een oorlog is, is de zwarte maan de vrouwelijke bitch die daar naar boven komt. Het venijn. En ze zeggen al eens, het venijn zit hem in de staart. Wordt gelinkt met schorpioen, maar laten we dat tussen haakjes houden, want dat is hier niet het geval. Maar de venijn zit hem in de staart, wil ik hier zeggen, het is een volle maan. Het is een climax van iets. Het is een vervollediging van iets. Dus het kan wel zijn dat we naar een climax gaan, dat zo extreem is, rond de volle maan. Dus dat wil zeggen, dat begint vanaf zondag en dat eindigt dinsdag. Voor het grootstuk, maar dat kan zijn naweeën nog hebben. Maar de pointe of de climax zit hem eigenlijk maandag. Dus dat kan zo hevig zijn dat er dingen gebeuren rondom ons, met ons, in onze omgeving, buiten ons. Want Uranus staat in stier. Dus dat heeft echt wel met de aarde zelf te maken. Met de grond zelf te maken, met de grondstoffen. Dus ook met de grondstoffen van de natuur. Als daar een climax in zit, kunnen wij allemaal wel eens even letterlijk op ons grondvesten daveren. En daar zitten we daar weer. Bliksem, donder en misschien wel aardbevingen. Het zijn mogelijkheden. Maar het gaat om de climax. Het gaat niet om wat het er is, maar het gaat om de climax. En waarom is die climax nodig? Om ons wakker te schudden. Om ons allemaal wakker te schudden. En daarom zei ik te strak, vult uw kofferje met positiviteit. Vult uw kofferje met liefde. Want als je dat niet mee hebt en je krijgt zonneschok op u, ja, dat doet niet deugd. Staat het ervoor open? En heb je zoiets van, laat maar komen, ook al is het onverwacht. Dan ga je heel veel inzichten krijgen. Dan krijg je echt wel heel veel aha-momenten. En dat is het waar dat die volle maan op draait. Want het is een volle maan die dat eigenlijk zowel leeuw, waterman als stier aangaat. En om. Direct gaat ook het deel van schorpioen erbij gaan komen. Dus mensen die daar heel veel planeten of een heel sterke connectie hebben met deze vier tekens, stier, waterman, leeuw en schorpioen, die gaan dat veel sterker voelen. Dat zijn de vaste tekens en die worden losgeschud. Dus ik zou zeggen, verwacht het onverwachte. Oké, dus dat app nog een beetje na dinsdag.
Dinsdag zitten we met een. Gaat Mercurius een beetje vlugger? Die is ondertussen op zijn snelheid aan het komen in Kreeft. En die gaat zich zetten tegenover de planeet Saturnus. Dus dat is ook weer even een ontnuchteringsmoment. Even een stil moment om in reflectie te gaan. En dat kan ook weer te maken hebben om alles binnen te pakken. Om u van alles bewust te worden wat er aan het gebeuren is, of nog dient te gebeuren, of al gebeurt op die moment. Oké, en dan denk ik dat we woensdag even kunnen ademen met de maan in vissen. Vooral in het begin. En je hoort mij dat ook al een paar maanden zeggen. Als de maan in vissen komt, rustig aan, relax. Niet te veel dingen moeten doen, want daar komt niks van. Tenzij dat het creatief is, tenzij dat het fantasierijk is. En heel belangrijk, vanaf woensdag en donderdag, go with flow. Want de maan staat in vissen, dus dat is al een beetje go with the flow. Maar Venus gaat zich zetten op de noordelijke maansknoop. Dat wil zeggen, dat is zielenpad. Fate train, gelijk dat een bekende astroloog al eens zegt. Dus als je laat meeleiden in de stroom van het leven, dan ga je op punten komen waar dat je moet komen, waar dat je moet zijn. Waar dat je zieltje gezegd heeft van, ah wel, daar gaan we naartoe. Dus ook collectief gaat er ergens misschien toch wel wat hoop naar boven komen. Misschien een klein beetje perspectief zijn van, ah, oef, ja, weet je? Oeh, die richting kunnen we uit. Dus heel veel mensen die zich vast voelen zitten, die moeilijkheden hebben met een vooruitzicht te hebben, kunnen vanaf maandag, dinsdag, even door dat robuust of rebel stuk gaan, maar dan vanaf woensdag toch wel die openheid zien. Die openheid zien van, ah ja, oké, dat is een weg dat ik misschien nog niet gezien had. Maar dat lijkt me wel oké. Ik kon er daarop wagen. En dat is positief. Dus woensdag, donderdag, iets meer positiviteit. Als je het een beetje laat stromen. Niet te veel willen, niet te veel controle oefenen, want dat werkt tegen u. Alle visjes die weten. Als ze te veel controle uitoefenen, dat dat alleen maar miserie opbrengt. Dus een klein beetje die dingen op zijn beloop laten en u gewoon sturen op de stroom van het leven. Gewoon, ja, in deze periode is niks gewoon natuurlijk. Maar laten we het binnenin zo gewoon mogelijk maken. Zo comfortabel mogelijk maken en een manier zoeken waar dat we kunnen verwonderd blijven. Verwonderd blijven in de positieve zin van het leven. Ook al is dat de verwondering van hoe dat 's morgens de zon opkomt, of hoe dat 's nachts de sterren staan te stralen, of hoe schoon dat is dat kinderen, jonge kinderen, in deze tijd gewoon kunnen spelen. En waar dat hun leven gewoon grappig kan verder gaan. Waar dat zij blijven spelen, ondanks de heftigheid rondom hen. En laat ik daarmee afsluiten. Want vrijdag, volgende week vrijdag, zitten we terug met een nieuwe podcast. Dus ik zou zeggen, stond uw kofferke vol met positiviteit, vol met kinderlijk gelach, vol met humor,
Vol met dingen die dat je graag doet. En pak eruit wanneer dat je het even lastig hebt. Doe dat koffertje dan open. Goed. Tot volgende week allemaal. En laat u verrassen. Verrassen. Laat u verrassen door het moment. Tot volgende week.